Dat is nu al gezeik over vuurwerk, hè? Zo, Martijn, het nieuwe college is nog maar net gevormd en de zomer is nog niet eens afgelopen, maar er is nu al gezeik over vuurwerk, hè? Ja, we spreken altijd op tijd over vuurwerk, ook al is de jaarwisseling nog ver weg, maar dan heb je nog tijd om het voor te bereiden. Nou, jullie willen een nieuwe vuurwerkvrije zones, toch? Ja, wij zouden heel graag zien dat het aantal vuurwerkvrije zones wordt uitgebreid. Met name in de gebieden waar er heel erg veel vernielingen zijn en veel overlast wordt ervaren. Ja, we hebben Den Haag vuurwerkvrije zones die gehandhaafd worden en ook vrijwillige vuurwerkvrije zones. En van allebei kunnen we nog wel wat meer gebruiken. Nou, vorig jaar waren er ook vuurwerkvrije zones, maar ja, de burgers hebben zich er niet veel van aangetrokken. Wordt het niet tijd om dan ook te gaan handhaven? Ja, daar waar burgers zich niet houden aan de spelregels zou ik dat heel graag zien. Maar op dit moment is het zo dat een aantal vuurwerkvrije zones vrijwillig zijn. En je ziet dat in gebieden waar heel veel overlast is, bijvoorbeeld in Laak zijn daar gebiedjes en in Transvaal, ja, dat mensen zich niet houden aan die vrijwillige vuurwerkvrije zone. En dan heeft de gemeente ook geen grond om op te handhaven. Dus wordt er ook niet gehandhaafd. Ja, dat is voor een deel waar. Die vrijwillige vuurwerkvrije zones, daar wordt ook niet gehandhaafd. Daarvan is het idee dat mensen dat met elkaar moeten kunnen uitmaken. En ik was er ook een beetje sceptisch over toen dit bedacht werd. Maar dat blijkt best goed te werken. In 17 van de 18 plekken waar het was vorig jaar heeft het gewerkt. Dus laten we daar ook vooral mee doorgaan. Maar ook die echte vuurwerkvrije zones waar ook gehandhaafd wordt door de politie, daar zouden we ook meer van kunnen gebruiken. Dit soort vuurwerkvrije zones hebben weinig zin. Dus je moet komen tot vuurwerkvrije zones waarbij je wel handhaaft en die regels hanteert. Maar helaas wil daar de burgemeester niet aan. Ze hebben een nieuw coalitieakkoord, hebben ze meer handhavers. Hoe kun je dat rijmen? Ja, dat is ook wat ik aan de burgemeester gevraagd heb. Er komen inderdaad 25 BOA's bij. Hè. Dat zijn geen politieagenten, dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren. Dus mensen die in dienst zijn van de gemeente, die minder bevoegdheden hebben, maar die hier zeker een goede rol in zouden kunnen spelen. En ja, wat ik hoorde van de burgemeester is dat die mensen maar tot 10 uur 's avonds kunnen werken. Dus daar zouden we iets aan kunnen doen, denk ik. Wat heb je dan aan handhavers? Nou, dat is precies de vraag die wij hebben. Dit soort vuurwerkvrije zones hebben weinig zin. Dus je moet komen tot vuurwerkvrije zones waarbij je wel handhaaft en die regels hanteert. Maar helaas wil daar de burgemeester niet aan.